ook aan onderwijs. Dat is dus bij ons een speciale klas. Speciaal voor leerlingen die geen Nederlands spreken en van een ander schoolsysteem komen. Dus zij krijgen een programma voor van een volledig jaar Nederlands en T2. Zij krijgen ook 2 uurtjes sport, 2 uurtjes informatica en 2 uurtjes Nederlands voor wiskunde. Ik ben Daniel, ik ben 12 jaar, ik kom uit Moldavië en ik ben ook in Moldavië geboren. Nu ik woon in Brussel. Mijn naam is Hamza, ik kom uit Palestina. Ik woon met mijn familie en mijn familie is 9 personen. Volgende jaar ik wil naar eerste middelbaar gaan. Ik moet de taal leren, uitspraken en schrijven. De voordelen van OCAN voor de school is dat je de wereld binnenbrengt in de schoolomgeving. Voor de OCAN-leerlingen bevordert het de integratie en het is absoluut noodzakelijk. We merken dat het onmogelijk is om in te stromen indien leerlingen een taalachterstand hebben, geen Nederlands spreken en vaak ook een schoolse achterstand hebben. Mocht je met een OCAN-klas willen starten, ik denk dat het heel fijn is dat we hier een kleine klas hebben met maximaal 12 leerlingen geïntegreerd in een kleine school. En hierdoor kunnen we het contact tussen de leerkrachten en de OCAN-leerkrachten bevorderen, nauw samenwerken en dan ook integratie tussen de leerlingen onderling. Ze zitten samen op de speelplaats en we kunnen samen activiteiten organiseren. Daarnaast hebben we ook sinds dit jaar een huiswerkklas. Dat is heel fijn voor de OCAN-leerlingen om zijn studiemethode aan te reiken. Maar ook voor de ex-OCAN-leerlingen, omdat we zo hen van dichtbij kunnen blijven opvolgen. En als er zich een probleem voordoet, dan kunnen we meteen contact hebben met de collega's, de vakleerkrachten. En dan kunnen we meteen bijsturen en zijn we ook meteen op de hoogte van het specifieke probleem. En als laatste tip, wat echt wel heel fijn is, is dat we hier de mogelijkheid hebben tot co-teaching. Dus we zitten met een heel diverse groep ook aan leerlingen, tussen 12 en 18 jaar, met verschillende achtergronden, ook studieachtergronden, verschillende interesses. En daardoor ja, is het handig als je met 2 voor de klas kan staan en leerlingen individueel kan begeleiden.